AZ FC Twente, Aristoten Ndounou tegen Tony Kok. En al vroeg in de wedstrijd komt Twente op voorsprong. Het is een doelpunt van Mbappé. Wie anders dan Kylian Mbappé brengt Twente op voorsprong 0-1. Dan gebeurt er lange tijd heel weinig, totdat AZ langs zij komt. En het is een doelpunt van Patrick Kluivert, een intikker, dat wel. 1-1, Patrick Kluivert scoort. Dan gaan we naar de tweede helft en FC Twente komt opnieuw op voorsprong door Ruud Gullit. 1 tegen 2. Echt. Ruud Gullit scoort dus. Maar daar blijft het niet bij. Ruim 10 minuten later verhoogt FC Twente de voorsprong en is dit de eindstand. Kylian Mbappé, 1-3 voor Twente. Knap uitgespeeld en Twente wint dus van AZ.